Als we praten over het thema hartfalen en de medicijnen die erbij gebruikt gaan worden, gaan we zien natuurlijk toch ook iets zeggen over de bloeddrukverhogende werking en de bloeddrukbewakende werking die de nieren hebben in relatie tot de bloeddruk en circulatie. In de nieren zit een klein orgaantje en dat orgaantje maakt het zogenaamde hormoon renine. Als de bloeddruk in de nier te laag wordt, dan registreren de nieren, die merken dat de bloeddruk te laag wordt en die reageren op het afgifte van het stofje renine. Renine komt in de bloedbaan en ontmoet daar eigenlijk een stofje en dat stofje heet angiotensinogeen. Angiotensinogeen zit gewoon bij ons in de bloedbaan, doet op zichzelf helemaal niets, is onschuldig, wordt niet geactiveerd. Alleen op het moment dat de renine in de bloedbaan komt en angiotensine ontmoet, gaan ze een reactie aan samen en ontstaat er een nieuw stofje. Dat nieuwe stofje is angiotensine 1. Angiotensine 1 op zijn beurt ontmoet ook weer een stofje wat normaal in de bloedbaan zit, normaal ook niets doet, totdat het in contact komt met angiotensine 1. En dat is het stofje ACE, oftewel de angiotensine omvormende enzym. Met mooi woord, officieel noemen wij het angiotensine converting enzym. Converting wil zeggen omvormende enzym. Maken samen een nieuw stofje en dat is angiotensine 2. Angiotensine 2 is eigenlijk het stofje wat de werkzaamheid heeft die het RAS-systeem moet hebben, namelijk bloeddrukverhoging. Hoe doet angiotensine 2 dat nou? Angiotensine 2 komt in de circulatie, spoelt ook door de bijnieren. De bijnieren zijn gevoelig voor angiotensine 2. Als angiotensine 2 in contact komt met de bijnieren, reageren de bijnieren daarop met de afgifte van een hormoon. En wel het hormoon aldosteron. Aldosteron is een hormoon wat een invloed heeft op de nier en op vooral de water- en zouthuishouding. Aldosteron afgifte zorgt ervoor dat de nieren namelijk zout vast kan houden. En samen met het zout uiteraard ook water. Zout en water zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Anderzijds geeft angiotensine 2 direct aanleiding tot vasoconstrictie, oftewel vaatvernauwing. Die combinatie, enerzijds vaatvernauwing, anderzijds zout en water vasthouden, geeft bloeddrukverhoging door het vaatbed kleiner maken en het verhogen van het volume. Het toename van het circulerend volume in de kleine vaatbed geeft bloeddrukstijging. Daar zijn de nieren uiteindelijk ook op uit, want onze nieren functioneren alleen maar bij een goede bloeddruk. Waarom de bloeddruk daalt, dat weten de nieren niet. Ze weten alleen maar als de bloeddruk te laag wordt, activeer ik het RAS-systeem. Onze hartfalenpatiënten hebben daar uiteraard heel veel last van. Hoe dat precies werkt, dat zien we de volgende keer.